Dit is de lokale omroep Spakenburg. De omroep voor de gemeente Bunschoten. Een gemeente met een heel eigen karakter. Waar cultuur hoog in het vaandel staat. Waar respect is voor het oude, maar ook ruimte voor het nieuwe. Midden in deze gemeente staat De Los. Modern, herkenbaar en onafhankelijk. De Los, uw eigen omroep in uw eigen woonplaats. Allemaal in de watersnoodsteeg van het museum Spakenburg. Heel toepasselijk heet de steeg natuurlijk watersteeg. En daar zijn we en we zien ook om ons heen een kleine impressie van wat de watervloed van 1916 ongeveer heeft aangericht. Hele kleine impressie, maar als je je ogen dicht doet en je bedenkt een verhaaltje erbij, dan kun je je voorstellen als je naar de foto's kijkt wat voor een enorme toestand dat geweest moet zijn. Dit is de eerste keer dat we de wandeling gaan lopen en dat is daarom een beetje een bijzondere wandeling. Want normaal begint hij niet hier, maar voorbij de schatbalken op de oude schans. Daar zal de voorzitter van het comité straks het laatste bordje van de watersnoodroute op de muur schroeven. En dat is eigenlijk het begin van de watersnoodwandeling. Dus de wandelaars die moeten we tijdens die wandeling zo enthousiast maken dat ze daarna zeggen van hey, nu gaan we nog even het museum in Spakenburg in. En het Klederdrachten Visserijmuseum, want dat is natuurlijk de bedoeling. Nou, dit is hij dan geworden. De watersnoodwandeling. En het is voor het eerst in de geschiedenis van de gemeente Bunschoten, geloof ik, dat we officieel een wandelroute gaan openen. Dus jullie zijn allemaal getuigen van een historisch moment. Een historische gebeurtenis. De afgelopen weken hebben Adrie Kadol en Jan Houwelingen zich beijverd om overal in het dorp de hoogte van 3,25 te bepalen. En dat was op bepaalde punten hoger dan we ooit dachten. Maar dat was wel een eye-opener. We zien in ieder geval een bordje hier op de vishanger hangen. Aan de achterkant hangt er ook een. Maar je kunt je dat bijna niet voorstellen dat het water eventjes zo ontzettend hoog heeft gestaan. Nou, wat we straks doorheen lopen, dat zijn de schotbalken die de steeg afsluiten. En die balken die zaten vroeger bij alle stegen rond de spuiplijn. Maar die zaten ook bij de coupures langs de Eem, de Mennengaten in de Eemdijk. En daar hoorde ik laatst van een oude dieker een mooi verhaal over. En dat ging over de spookpaarden aan de Eem. En dat vond ik eigenlijk zo'n mooi verhaal dat ik jullie dat niet wil onthouden. Iedereen die woont aan het water, die weet dat het water niet te vertrouwen is. En dat je erop voorbereid moet zijn dat het hoger kan komen dan je gedacht had. En dat geldt ook voor de Eem. Zomers gaat hij traag door oneindig laagland. Maar 's winters dan wordt de stem van het water overal gevreesd en gehoord. En dat is bij de Eem niet anders. Dan kan het daar spoken. En dan worden de coupures gesloten, zoals we net hebben gezien. En daar waar het lijkt of er een hap uit de dijk is, wordt die dan dichtgemaakt met die coupures. Met de balken en daartussenin mest. Paardenmest. Paardenmest zou je zeggen. Waarom paardenmest? Nou, luister maar. Lang geleden gebruikten de mensen geen mest, maar zand. Want als dan het water hoog kwam, dan spoelde dat zand weg en dan had die coupure eigenlijk, dat die dichtgemaakt was, dat had geen zin. Tot een moment lang geleden. De Eem was weer onstuimig en dan gingen er lange tijd verhalen over rampen die in het stroomgebied van de Eem zich voordeden. En de coupures werden gesloten. En aan de Eemdijk stonden natuurlijk de mannetjes aan de Eem te kijken, zoals bijvoorbeeld Karel Holwerf, die zijn stoks diep in de dijk stak om zich vast te houden dat hij niet door de storm van de dijk afwaaide. En er dreven kadavers in de Eem. En meer van dat soort spullen. En de lucht werd gitzwart zoals we dat de afgelopen dagen ook hebben gezien. Dat kun je je voorstellen. En als je dan een beetje tegen de schemering aan die Eemdijk staat en die lucht wordt verzwart en de regen geestelt het landschap, ja, dan is het toch wat angstig. Maar Karel stond daar aan die dijk te kijken naar de Eem. En plotseling ziet hij daar een paar hoeven uit de Eem opkomen. Een paar paardenhoeven. En even later zijn die hoeven weer weg. Maar kort daarna komen niet alleen die hoeven van dat paard boven water, maar ook een groot hoofd van het paard. En nog even, en dan springt dat paard op de wal en hij galoppeert. Kattenklop, kattenklop. Zoals je dat hoort van de paarden. Kattenklop, kattenklop. En die springt over de coupure in de dijk
en verdwijnt. En vervolgens komen er meer paarden uit die eem. En Karel en zijn lotgenoten staan daar aan die eem te kijken. En die verbazen zich van wat ze nu meemaken. Dat hadden ze natuurlijk nog nooit gezien. Maar goed, de coupure houdt het. En als ze de volgende morgen gaan kijken hoe dat gekomen is, dan blijkt dat er tussen die balken allemaal mest zit. Want op het moment dat die paarden over de coupure sprongen, lieten ze hun mest vallen. En daarom is dat nog steeds het geval. Als de coupures worden gesloten, dan komt er geen zand tussen, maar paardenmest. Ja. Nummer 4, hij zit. Keurig. Nou, we staan hier ook op een bijzonder punt. Als we naar het zuiden kijken, dan zien we daar achter die kraampjes het voormalige dijkhuisje van het Hoogheemraadschap. En de schotbalken die we net bij het museum zagen, die werden dus vroeger in dat dijkhuisje opgeslagen. Dit is een reconstructie van het oorspronkelijke huisje. Het oorspronkelijke huisje moet ergens in de 19e eeuw gebouwd zijn. En op oude schilderijen is dat ook altijd te zien, zoals we bijvoorbeeld op dit schilderij zien. En als we dan lezen in Van Dam en Dijk, dan staat daar onder andere dat dit spui natuurlijk het hoogste punt van het dorp was. Maar in 1916 maakte dat niet uit, het water kwam er ook overheen. Want hoe staat het er dan? Hoger steeg de vloed, de dijken liepen over en met het rijzen van het water steeg de nood. Om ruim 11 uur werd de toestand nog kritieker. Toen liep ook het spui onder. Brede waterstromen gulpten bij elke golfdeining naar binnen en zochten bruisend een uitweg naar de achterliggende polder. En zo gingen wij de nacht in. En je kunt je voorstellen hoe die mensen dat met dat hoge water wat we net hebben geconstateerd, hoe die toch angstig in hun huisjes op de zolder moeten zijn geweest. Het was natuurlijk koud, want de kachel die stond beneden, niet boven. En dan in een aarde donkere omgeving, want lantaarnpalen waren er natuurlijk niet, dan kun je je voorstellen hoe dat geweest moet zijn. Maar als je je voorstelt dat dit de waterstand was en dat dit het hoogste punt van Spakenburg was, en dan sta je tot aan je borst in het water, en dan kun je je voorstellen hoe dat verderop in de laagte geweest moet zijn. Nog een plaatje van het spui zoals dat er in 1916 uitzag, met een stoomgemaal, met een rij huisjes hier helemaal langs de Kerkenstraat tot aan het monument toe. En aan de andere kant de uitwatering naar de haven toe. De kerk stroomde onder water. En daarna, een paar dagen daarna, moesten er toch mensen opgevangen worden waarvan het huis was verwoest. Dat gebeurde hier in de kerk. En hoe dat allemaal in zijn werk ging, dat leest u in het boek van Bertus Wouda, die daar staat te fotograferen. Die heeft het keurig beschreven. En als je dan de finesses wilt weten, dan is dat in dat dikke boek samengevat. Adrie heeft, zei net, van het was makkelijk om hier de hoogte te bepalen. En dat kan hij even uitleggen. Dit is een officiële bout van de NNP-dienst voor Rijkswaterstaat. En die hebben door het hele land heen ongeveer om de kilometer zit zijn bout. Meestal in monumentale gebouwen als kerken, musea, trafohuizen. Dus dit was een makkelijke. Ja. Okay. Ja. Maar dat geeft dus niet helemaal het NAP aan. Dit is dus een bout boven NAP. Ja. Ja. Ja, dit 325, hoeveel is het? 160, 170 plus NAP. Ja. Nou, hier ook weer een bordje op de oude Schol. Maar wat deze plek bijzonder maakt, is dat de ramp eigenlijk hier begon, hierachter. Daar stonden twee hooibergen en die waren in brand gevlogen. En dat zorgde ervoor dat een heleboel mensen daar naartoe gingen om te kijken. En als je dit plaatje bekijkt en je ziet dat twee hooibergen in brand staan, dan kun je je voorstellen dat dat best een spectaculair gezicht was. En het was zo erg dat er in die donkere nacht, dat ze door die vlammen konden zien op de toren hoe laat het was.
Normaal gesproken, ja, tegenwoordig kun je dat natuurlijk zien omdat het verlicht is. Maar dat was in die tijd niet het geval. Maar van hier vandaan, daar naartoe, was het zo licht. Dus dat je de klok kon bekijken. Het zorgde er ook voor dat die vissen allemaal hier bleven staan. En niet even naar hun botten gingen kijken of die wel goed vastgelegd was. En dat zorgde ervoor dat toen later op die avond van de 13e januari het water aan het eind van de Wijkamp over de dijk begon te stromen. Dat ze er te laat erg in hadden dat ze naar een boot hadden moeten kijken. En dat daardoor ook, zegt men, heel veel van die schepen op de wal terecht zijn gekomen. Dan zag dat er zo uit. Het huis aan de overkant, het Witte Huis, dat zien we hier nog ook staan. En hier stond dan de grote loods, de zogenaamde flatte loods. En daarvoor kunnen we zien dat daar ook een botte lag. Dus die moet hier ergens op de dijk hebben gelegen. Ja, koningin Wilhelmina. Waarom staat ze hier? Nou, dat kwam omdat Aartje koninginnetje ergens daar in die huisjes aan de Wijkamp is geboren. En zoals jullie weten is dat later haar petekind geworden. We hebben allemaal spannende verhalen dat Aartje koninginnetje in de rampnacht is geboren. Maar als we kijken in het boek van Bertus, dan staat daar de geboorteakte. En dan lezen we dat ze op 14 januari om 11 uur 's morgens is geboren. Dus het is iets minder spannend dan we met elkaar vertellen. Maar in het museum zeg ik ook altijd van een verhaal hoeft niet waar te zijn als een verhaal maar mooi is. Dat geldt ook voor dit beeld. Want oorspronkelijk dachten we dat dit 3,25 was. Maar Adrie heeft het zitten opmeten en het schijnt ietsje hoger te liggen. Dan weten we niet of we toen de tijd verkeerd gedaan hebben of dat wel een mintje gezakt is in de afgelopen 10 jaar. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ja. Bertus, we zijn hier bij de haven. We lopen de watersnoodroute. Hoe kijk jij nou als vroeger buitenstaander zijnde tegen Spakenburg aan met deze mooie verhalen? Ja, het zijn hele mooie aparte verhalen. Op de plaats waar ik vandaan kom, Hardenberg, hebben ze die verhalen natuurlijk niet. Maar van oorsprong ben ik waterstaatshistoricus en heb altijd naar het water gekeken en naar overstromingen. Ik heb dan thuis ook redelijk veel boeken daarover staan. En ja, dan kijk ik iets minder verbaasd dan een enig menig Spakenburger. Want over 1916 is kennelijk heel weinig gesproken. Want het was redelijk normaal dat het gebied hier overstroomde. Redelijk normaal? Ja, redelijk normaal. Men was een beetje aan gewend. Ik heb eerder de term amfibische cultuur genoemd. Dat wil zeggen van men woonde op het land. Let. En men hield rekening met het water. Dus men hield rekening dat het water kwam. En dat moest men ook wel. In de 19e eeuw was het gebied rond Bunschoten, Spakenburg, is 20 keer overstroomd. En dat is heel bijzonder. En de mensen, omdat het zo vaak gebeurde, ja, ging men het van, ja, ik zou haar zeggen, van ellende normaal gaan vinden. Ja, vandaar precies, die amfibische cultuur. En juist omdat het zo gewoon was, het hoorde erbij, is daar niet zoveel over gesproken. Kort daarna had je de Spaanse griep hier en nou, dat heeft ze ook ingehakt. En dat was niet normaal. En daar is wel heel veel over gesproken. En bij de Spaanse griep, dat was nog een ander geval, er zijn heel veel mensen over overleden. En juist daarom zijn die verhalen wel blijven hangen. Van toen is je tante of toen is je nicht of nou ja, oom of je opa overleden. Er zijn ook gezinnen waarvan één of twee kinderen zijn die overleefd hebben. Ja. Dus dan heb je ook een aantal wezen. Dus die verhalen dragen ze hun hele leven mee. En die zijn hier wel verteld. En dat is maar 2 jaar later eigenlijk. Ja, precies. Dus ja. Het is inderdaad heel bijzonder dat niet zo aan de orde kwam. Ja. Dankjewel. Dan hier bij de afslag ook weer flink hoog. Ja, inderdaad. In 1916 was de afslag er nog niet. Maar er stond wel een houten gebouwtje. En dat moet er ongeveer zo uitgezien hebben. En het schijnt dat in 1916 tijdens die watersnoodnacht het hele gebouwtje is verwoest. Maar later is het weer teruggebouwd. En toen is in 1918 daar de eerste visafslag in gevestigd. En dat heeft 5 jaar geduurd. En in 1923 kwam deze visafslag gereed.
Als we naar de overkant kijken, dan zien we daar nieuwe huizen. Maar in 1916 was dit het beeld. Er stond één huisje. En precies in dat ene huis kwam een botte terecht. En dat betekende ook het einde van het huisje natuurlijk. En waar stond dat huisje een beetje aan? Op die plek. Ja, ja, daar net naast. Jan, waar later Jan was ik van dit staat? Ja. Ja, goed, dat vinden ze wel. Ja, 43. Ja, waar Willem woont. Nee, dat oude biertje. Vroeger in 1916 hoor. 1916. Ik ben weer een generatie. Ja. Als we nu verder lopen langs de haven, dan moet je je voorstellen dat daar heel veel botten op de kant lagen. Dat verschillende huizen in elkaar zijn geramd. Eén beeld hiervan. En straks dan stoppen we nog eventjes op de plaats waar de BU-65 in 1916 op de wal terecht kwam. En waar hij dit jaar, als het goed is, tijdens de visserijdag ook weer zal liggen. En dat is dan de afsluiting van de festiviteiten rond de watersnood van 1916. Bert, er komen steeds meer mooie verhalen. Jij hebt hier gewoond. Ja, dat klopt. Ja, de eerste 4 jaar. Ik ben hier geboren, hier op de Havendijk. Dus het is altijd wel weer een moment als je hier dan loopt, dan denk je toch terug aan die periode. Ook al kun je daar weinig van herinneren. Maar er was ook een stukje geschiedschrijving van de periode dat ik hier heb gewoond. En dat was het feit dat ik, destijds als je kon lopen, dan liep je langs het water. Doodeng. Ja, je kon niet zwemmen en de mensen om je heen konden ook niet zwemmen. Maar je was wel altijd aan het water aan het spelen. Dat is heel bijzonder als je er nu over nadenkt. Oh. Maar goed, zo was het toen. En het gebeurde dan ook wel diverse keren dat er iemand te water ging. En dat was ook in mijn geval. Ik was met zo'n, wij noemden dat een autopet vroeger, hè, een step. En dan was je langs die kant aan de gang. En dan uiteindelijk ben ik in het water gevallen. En dat werd eerst niet opgemerkt, maar dan stond er natuurlijk paniek en niemand wist hoe of wat. En er werd geschreeuwd en heel veel mensen konden zelf niet zwemmen en ik dreef af. En nou goed, ook van horen zeggen. En uiteindelijk is mijn moeder in het water gesprongen, die ik ook niet kon zwemmen. Maar toch op een of andere manier wonderbaarlijk wat van mij heeft te pakken gekregen in haar hand. Want ze kon ook niet goed zien, het was donker. Of donker, het water was donker en uiteindelijk ben ik uit het water gevist met heel veel geluk eigenlijk. Aan de verdrinkingsdood ontsnapt, ja. Zo mag je dat dan wel een beetje zwaar zeggen. En het bijzonder, waarom was het geschiedschrijving? Uiteindelijk kwamen we dan in de dorpsvulling van de Buntschoter. De zoon van de muzikant Eb Koops is het water gevallen en door zijn moeder gered. Dus later heb ik het nog eens een keer natuurlijk gevraagd, maak ik een kopie van die pagina. En dan zei je altijd wel weer heel bijzondere dingen. En in dit geval was het zo dat op diezelfde pagina stond de geboorteadvertentie van mevrouw. Dus hoe is het mogelijk? Er zijn van die dingen, denk je, hoe kan het, hè? Ja. Maar goed, zo zien we weer, als je hier zo rondloopt, komt er van alles boven. Dan komt van alles uiteindelijk gelukkig boven. Zoals jij ook boven kwam. Ja, precies.